Ja, het was weer een redelijk bizarre etappe. Ja. Zeg eerlijk, hoe ver heb je geforceerd? Op zich viel het wel mee. Ik had misschien nog iets langer mee kunnen, maar er kwam nog een klim aan nadien. Dus ik had al zelf wel het besef dat het me toch niet ging worden. Dus dan heeft het ook niet heel veel nut om nog tegen te blijven vechten. Want zo zag het er wel uit toen je eraf werd gereden, dat je overging een standje duurtraining en niet iemand die al helemaal verrot zat. Nee, ik was eigenlijk vrij in orde vandaag, dus daar ben ik wel tevreden mee. Ook bergop, want het was een redelijk straffe etappe toch weer. Het tempo ging enorm hoog bergop. Dus ik ben wel tevreden. Heb je al gekeken naar morgen? Ik ken morgen, de etappe van morgen ken ik redelijk goed, want we hebben daar op hoogtestage al een paar keer gezeten. Dus. Ik bedoel iets anders. Oh. Het is morgen een wereldbeker in Leger, die slagbij. Ja, juist. Ik ben wel benieuwd wat het zou geven als ik daar zou starten eigenlijk, maar ik denk dat het toch fijn zou doen. Heb je, laatste serieuze vraag, heb je al gekeken naar wanneer je uitstapt? Nee. Volgende week zaterdag is misschien nog een rit die je goed ligt, of is dat te ver? Well, ik denk niet dat ik nog iets te winnen heb, om heel eerlijk te zijn. Mijn Tour is al meer dan geslaagd. Ik heb langer dan verwacht in het geel gereden. Ik heb een mooie etappe gewonnen, dat weet ik niet meer. We hebben nog niks beslist. Ik ga op de eerste rustdag gaan we samen zitten en gaan we beslissen. Ik wou heel graag tot Parijs, maar we moeten zien of dat dan mogelijk is. Ik denk dat de ploeg dat liever niet heeft. Ik heb nog een ander doel natuurlijk. En zij wil graag tot Parijs, dus we moeten je van de fiets afhalen. soort van. Het is wel leuk in de Tour eigenlijk. Dankjewel. Dankjewel.